We zijn vandaag bijeen op 1 oktober 2014 voor de 19e bijeenkomst van de UVT-sociëteit. Het is trouwens ons eerste lustrum, we staan 5 jaar. Hier in de mooie sociëteit De Witte te Den Haag voor een bijeenkomst op het thema Holland Branding. Dat gaat over de samenwerking tussen universiteiten, bedrijfsleven, openbaar bestuur, zeg maar in de internationale samenwerking. In hoeverre kunnen we elkaar versterken, in hoeverre kunnen we samenwerken in die internationalisering. Dat doen we samen met de VSNU, de co-productie van de UVT-sociëteit en de VSNU. En we hebben 3 eminente sprekers. De eerste spreker is onze eigen collegevoorzitter, Dr. Koen Becking. Die zal de aftrap doen. Dan vervolgens komt Dr. Karl Dietrich, de voorzitter van de VSNU. Die zal daar op voortgaan met zijn inleiding. En de derde inleiding is door Dr. Hans de Boer, die net aangetreden is als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. En die zullen op hun eigen wijze dit thema inleiden. En ik ben ook zeer benieuwd naar de discussies die dat zal geven. Het thema van vanavond is Holland Branding. Dat idee is eigenlijk ontstaan bij een diner op missie in China. Vanuit de vraag, hoe presenteert het Nederlands hoger onderwijs, in het bijzonder de universiteiten, zich eigenlijk in het buitenland? Vanavond wil ik de stelling poneren dat we ons zouden moeten positioneren als de University of the Netherlands. Dat we handelsmissies, diplomatieke missies, dat we veel meer de krachten bundelen, zodat het Nederlandse belangen in het buitenland veel beter en ook goedkoper kunnen worden gediend dan het nu al gebeurt. Het wordt vanavond een hele belangrijke bijeenkomst, omdat we gaan praten over de manier waarop Nederland zich in het buitenland gaat presenteren en de wijze waarop universiteiten daar een bijdrage aan kunnen leveren. We hebben natuurlijk universiteiten die al heel goed op de wereldkaart vertegenwoordigd zijn, maar waar we nou op zoek zijn is naar een echte visie waar wij ons bij kunnen aansluiten. En vanuit dat perspectief ga ik vanavond een pleidooi houden om te zeggen, ik verwacht van de overheid dat wij visie hebben hoe belangrijk is de wetenschap van Nederland. Wat kunnen universiteiten daaraan bijdragen en waarom vinden wij als Nederland dat wetenschap een bijdrage levert aan onze ontwikkeling van onze samenleving. Dus ik ga vooral een beroep doen, ook op de overheid, om niet te zeggen we willen geen visies hebben, we willen laag bij de grond blijven. Dames en heren van de overheid, maak u breed, maak u groot. Trek ons mee in uw enthousiasme en als u dat gaat doen, dan krijgt u de universiteiten meteen mee in uw ambities en in uw visie. Dat hoop ik dat vanavond gaat gebeuren. Ik vind dat Nederland recht heeft op een hele goede branding. Een hele belangrijke, goede herkenbaarheid in de wereld, omdat wij zoveel te bieden hebben. En als je veel kwaliteit hebt, maar je herkenbaarheid en acceptatie is ook nog eens een keer groot, dan word je zeg maar als land effectiever en meer welvarend. En dat is het doel van VNO-NCW en dat is mijn doel. Dus ik vind dat een goede branding, die past bij de kwaliteiten die wij hebben te bieden als economie, maar ook als samenleving, zou goud waard zijn. Mijn boodschap is dat je niet jezelf moet verliezen in allerlei discussies over tulpen, klompen, kleur oranje of dit of dat. Mijn pleidooi is dat we onszelf branden door ons in de wereld te laten zien met een aantal goede dingen, met goede projecten. Bijvoorbeeld een World Expo 2025 naar Nederland halen onder het thema wonen, duurzaam werken in een deltagebied. Zorgen dat wij als het gaat om noodhulp in de wereld daar altijd als eerste aanwezig zijn. Met 2 vliegtuigen, oranje geschilderd, vol met levensmiddelen, tenten en zo meer, medicijnen. Dat soort zaken je laten zien aan de hand van goede dingen. Dat is mijn pleidooi.